Mark staat er wat bedremmeld bij. Hij mag dan wel geen bangerd zijn als het op strijken of wassen aankomt. Voor een bende kinderen zorgen heeft hij nog nooit gedaan. Mark, ik heb een speciale opdracht voor u. Ja, en dat is? Ik ga je dat uitleggen. Ja. We gaan tot in de klas. Goeie. We hebben meester Mark meegebracht. En meester Mark die gaat u een dansje leren. Want het einde van de week moeten jullie een dansje doen. We gaan ons verkleden als kaboutertjes. Ik wens u heel veel succes. Ja, dank u. We gaan het goed doen, hè jongens. Allee, tot straks. Gerry komt met zijn kinderen thuis. Hij heeft een brief mee van directeur Roger. En die brief zal zijn nieuwe partner, de politieman Gert, in de gordijnen doen vliegen. We moeten, let op, gaan naaien. Naaien? We moeten wortelpakjes maken. Wat gaan we doen? Zo! We moeten ook andere taken doen, ook, hè? Eten maken, kindjes naar school brengen. De mannen beseffen dat de multitasking van hun vrouwen niet om te lachen is. Ze trekken naar Gérard, de man die de hulplijn in gang stak. Zijn vrouw is regentes snit en naad. Misschien heeft hij haar ooit eens bezig gezien. Hallo, wie we daar hebben. Goedendag, meneer van de hulplijn. We hebben niet veel nodig. Is het weer zo laat? Ja. Ik heb hier van alles. Maar ik weet niet of, of dat geschikt is. Je moet een patroon maken, dat weet je toch? Ja. Dus kijk, je hebt een arm, zo, een arm, zo. Wist je? Moest het maar goed. Maar gewoon, dan heb ze de... Als je het hebben is klaar. De vorm. Kijk, de vorm, de lengte. Snijd je de goede af. Ja? En dan moest hij wel een bochting krijgen. Hij moest eerst een keer bijschuiven tot ze andere dingen best. Ze hadden stiekem verwacht dat Gérard misschien mee zou helpen naaien. Mooi niet. In Lavelt begint Mark aan zijn tweede dagtaak. De kleuters zijn naar huis en nu gaat hij nog heldendaden stellen. Hij kreeg zoveel telefoontjes dat hij besluit om de was dan maar op te halen en zelf te doen. Dat is van mij. Ja. En dat van jou, ja. Oké. Dan zijn we er, ja. Inderdaad. En? 7 stuks. Dank voor het Alphonse zetten. Ja. Ja. Is het goed als ik zo overhandig heb? Ja. Ik denk de arm eruit halen, hè? Of zoiets. Kijk, dat is de mouw, zie je? Zie je de mouw? Ik ook niet. Sorry, echt. Ja. De heilige Mark komt thuis met een wagen vol vuile was. Nu rijst de vraag hoe hij die in godsnaam uiteen zal houden. Er staan namen op de zakken. En zolang hij de zakken bij de was houdt, moet dat lukken. Wat zit hier in? Allemaal bomglas. Weer. Dat komt van bij de varkensboer, hé. Oeh, een klein gaatje. Gij zo knippen, zei je? Ja. Ik dacht dat we echt een kok eten. Ja, daar. Ik dacht dat ik echt een koksvormen ga zitten. Hoe gaat jij dit? Hé, er zit wel meer vrouw bij dan man, dan zeker. Hè? Ja, ja, ja. Heel fijn snijden. Voilà. En dan enkel de bloemetjes. De helft daarvan, niet alles. Hè. Hoe geet dat deze week? Zeer sober geweest. Ja, ik zei het jou, je vermogen bij de minuut. Zeg, ik heb hem deze morgen niet vergeten, hè? Denk erom, hè? Meen ik dat? Nee, ik heb hem gegeten vandaag. Ja, snijd dan maar in haar vingers, want hij heeft helemaal niks aan me. Nee. Kruiden, peper, zout. Nee. Het gaat snel, hè? Gember? Nee, dat is kippenpasta. Gember? Voilà. Klein beetje, niet te veel, want dat is vrij sterk van smaak. Voilà. Witte wijn, nu gaan we u helpen, nu gaan we u een beetje helpen. Ja, alles zijn ijs, hè? Ja, alles zijn rood, zijn bloemen. Ja. Voilà, ja. Dat is onze... Wat was dat weer? Weet je nog? Een vrouw, ja, hè? Ja, hoe heet dat weer? Een vrouw... vrouwenmantel, ja. Nu gaan we je pasta verdelen. Dat is voor één man, maar... Wat blijft? Dat is voor één man. Wil ik genoeg te nemen voor één man? Ja, ja, zeg jongens, het is niet dat we daar... Nee, dat ben ik niet geweest. Allee, nou, wat is dat allemaal? Het vuur afzetten, we zijn klaar. Kom, zet maar af. William smikkelt van de tweede zelf klaargemaakte maaltijd uit zijn leven. Het is hem gegund. Hij heeft sinds vanochtend niets meer gegeten. Zit niks in?